Nou mevrouw, we gaan vandaag zo veilig, schoon en zuinig mogelijk rijden. Ik denk het zelf ervaren wat duurzaam gedrag betekent met zo'n soort simulator. Ja, dat zijn zaken waarvan ik denk dat het zoden aan de dijk zet. Oeps. Susanne is expert op het gebied van duurzame ontwikkelingen. Met haar bekijken we een aantal nieuwe producten op het Nationaal Sustainability Congres in Den Haag. Van wc-papier... Dit is het duurzaamste toiletpapier ter wereld. ...tot energiebesparende apparaten. Een grote groene knop, je hoeft er maar op te drukken. En je computer gaat in een stand-by stand waarbij die veel minder energie verbruikt... Ja, dankjewel. Okay. Susanne gelooft wel in een duurzaam Nederland. Ik ben heel positief. Maar de organisatie is niet zo optimistisch. We denken met z'n allen nog lang niet duurzaam genoeg. Er moeten grotere stappen gezet worden. De urgentie is bij lang niet iedereen voldoende duidelijk. Dus op deze manier gaat het niet lukken. Dit is geen congres voor consumenten, maar voor ondernemers. Dit zijn de ondernemers die Nederland duurzamer moeten maken. Ja. Zonder deze mensen lukt het gewoon niet. Als we de komende 5 jaar drastische zaken veranderen, dan kunnen we toch nog aardig bijsturen. Kan het een duurzaam Nederland in 2020? Ik denk dat we er met z'n allen keihard aan moeten werken. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. En het zou mooi zijn als we duurzaam, leuk, gemakkelijk, al dat soort dingen met elkaar combineren. En ik heb hier heel veel voorbeelden gezien. Ik denk dat het kan.